Beste bunkerliefhebbers, vandaag staan wij bij deze ST-bunker. Het is als het goed is de Bertha Radarbunker ST type L487, maar dat weet ik niet zeker. Dus we gaan even naar binnen en dan weten we het wel zeker. Hé, hey, wat een zand. Zo. Oh, hier gaat hij al naar beneden. Zo. Ja, ik kan staan. Zuurstof is oké. Nou mensen, ik heb mijn weg hier doorheen gebaand. En we gaan even binnenkijken in radarbunker Bertha. Heel gaaf dit. Goh, ik ben gewoon binnen. We kunnen naar links. We kunnen daarheen. We kunnen... Hier kunnen we niet heen. Dit is dichtgemetseld. Het lijkt een kabelinvoer. Oeh, was net heel erg zuurstoftekort, maar ik heb hier wel weer wat lucht. We gaan even een kijkje nemen. Wow, zeg, wat een enorme kamer. Dit is echt absurd. Dit is de grootste ST die ik ooit heb gezien. Hoe weet ik nou wat ik al heb gehad? Ik kom daar vandaan. Ik ga links aanhouden gewoon. Dan heb ik een keer alles gezien. De Bertha Radarbunker. Ik moet heel erg oppassen dat ik hier niet naar beneden val. Hele mooie tegelvloer nog erin. Dit is deze kamer. Ik hou links aan, dan weet ik waar ik al geweest ben. Och jezus, dit is echt... niet normaal groot. Hier is een trap naar beneden. Die moet ik zo nog doen. Ik moet even kijken, mijn vader die is niet door de smalle gang gegaan. Dus die is nu niet op in deze bunker, zeg maar. Die zit nog bij de ingang te wachten. Hij kan eventueel straks laarzen halen. Voor de onderverdieping. Dit is echt heel interessant. Nou mensen, kijk toch die onderverdieping hier. Hier wil je niet invallen. Hier beneden. Hele indrukwekkende bunker. De nooduitgang, hebben ze eruit gehaald. Hier is de nooduitgang. We kunnen ook wel even een kijkje nemen. Super gaaf. Dit is de onderverdieping. Verder kunnen we hier niet lopen. Want hier gaat hij heel diep naar beneden. En die kant gaan we nu op. Die onderverdieping doe ik als allerlaatste. Dit is echt de grootste bunker die ik ooit heb meegemaakt. Misschien wel. Lange rak gisteren was heel erg gaaf, maar dit pakt toch wel meer punten dan lange rak, denk ik. Ik dacht dat het niet overtroffen zou kunnen worden, maar dit komt toch wel aardig in de buurt van lange rak. Even kijken. Oh ja, hier was dat eerste gat. Ik zou geen eens meer weten waar ik al geweest ben, joh. Hier kom ik uit, als het goed is. Ja, hier kom ik uit. Dan gaan we nu deze kant op. Ik hoop dat het voor jullie goed te zien is. Oh ja, hier komen we net vandaan. Dit is die enorme diepte naar beneden toe. En... dan hebben we dit stuk gehad nu. Dan gaan we hier nu heen. Wauw, vette panzerdeur erin. Bijzonder, heel erg mooi. Ingangsverdediging of nabijverdediging is dit. Heb ik me laten corrigeren. Hier is een bunkerploeg al eens binnen geweest. Hier is een panzerdeur. Heel erg indrukwekkend. Hele mooie staat ook. Dat hoort er niet bij. De panzerdeur moeten we overheen stappen. Zo'n panzerdeur die bestaat uit twee delen.
Mocht nou een van de twee delen gebarricadeerd zijn, dan komen ze er langs de andere kant nog uit. Kijk, ik zie hier de imposante panzerdeur vanaf de andere kant. Heel erg mooi. Putje. Nog een mooie panzerdeur. Deze bestaat maar uit één deel. Dan gaan we verder kijken. Oh jee, we kunnen overal heen. Wow, gaan we eerst naar links. Hier is een kamertje. Ook met een dikke panzerdeur erin. Heel erg mooi. Die panzerdeur. In een hele goede staat. Ondertussen al 6 minuten binnen. Kijk, hier is een trap naar beneden. Maar die onderverdieping staat vol met water. Hier dat mooie ingangsverdedigingsluik. Ik ga het toch even proberen. Nee. Hier is een heel klein stukje van een panzerdeur open. Dit is toch indrukwekkend om te zien, mensen. Kijk nou toch. Oh ja, dit is een ingangsverdediging. Daar hoeven we ook niet per se in. En dan, wat een panzerdeur, wat een mooie staat nog. En dan is hier achter deze imposante panzerdeur, is de andere ingang van Radarbunker Bertha. Super gaaf. Maar we moeten nog naar beneden. Deurtje open. Zo. Oh, hier is ook een kamer. Hier gaat hij ook naar beneden toe. Ja, die onderverdieping. Daar wil je niet invallen. Gauw weg erboven. Met mijn telefoon. En weer terug naar waar ik vandaan kom. Gooien. Ja, is goed. Oh, ja. Ja, ik heb hem. Top. Ja, ik heb mijn laarzen. Richting de onderverdieping. Ja. Hier is de trap naar onderen. En laars 2 is aan. Oké, dit vind ik ook wel eng. Daar wil je niet invallen. Dus ik ga hier voorzichtig even zitten. En mezelf naar de trap laten vallen. Tenminste laten zakken. Even kijken hoe diep die is. Ja, dat red ik. Hé, hey, wat mooi. Oh, wat indrukwekkend dit. We doen weer links aanhouden gewoon. Goed uitkijken dat ik niet in zo'n putje ga trappen. Want dan lopen de laarzen vol. Wauw. Wat indrukwekkend is dit, zeg. Onder is nog groter dan boven. Even kijken, wat is dit voor ruimte? Dit loopt nergens naartoe. Maar kijk nou, die muren zijn ook nog helemaal wit. En ik ga links aanhouden. Dus ik ga deze kant op. Dit moet wel mijn meest gave bunkerfilm ooit zijn.
Elke keer wanneer ik denk dat er geen gavere bunker meer is, dan vind ik er een die nog gaver is. Hier is de nooduitgangdeur. Vorige keer was ik onder de indruk dat het rubber er nog op zat. Hier is het nog in topstaat. Hij zit los, die deur. Dat is wel vreemd. Dit is de nooduitgang van de onderverdieping. We gaan naar links. Wat een enorme ruimte zijn dit. En dit onder de grond, midden in de duinen. Heel erg absurd. Hier ligt allemaal lint. En we gaan als eerste, voordat we die kant op gaan, even scherp stellen, gaan we hierheen. Hier weer een mooie panzerdeur. Volgens mij zijn die binnenste panzerdeuren gewoon één deel. En die buitenste, voor als ze gebarricadeerd werden, twee delen. Oh, wauw. Dit is wel impressief, hoor. Dit is indrukwekkend. En dit is die bovenverdieping waar ik net liep. Daar zit ik nu onder. Met mijn laarzen aan. Geen idee wat dit is. Dit is dan de machineruimte of zo. Ik weet het niet. Ik gok eigenlijk ook zomaar wat. Het lint blijft aan mijn laarzen hangen. Ja, ik wil ook niet van die al te grote stappen zetten. Want dan plonst het water. Ja, hier kun je gewoon verdwalen in zo'n complex als dit. Dit is echt ongekend groot, gewoon. Ik hoor wat. Het gaat. Oh, dit is de andere trap naar boven. Dit hier. Dus gaan we hier nu naar links toe. Want we houden links. En het gaat nog veel verder naar links en nog veel verder naar rechts. Dit is echt indrukwekkend. Het water is trouwens allemaal bloederig rood. Dat heb ik wel eens meer in bunkers gezien. Echo, oh, oh. Wat gaaf. Maar hier komen we dus ook niet vandaan. Onder is dus nog groter dan boven. Oeh, dit is een randje dat gaat naar beneden. En het loopt dood, deze ruimte. Dus daar hoeven we ook niet naartoe. Hey, dit lijkt wel een. Dit lijkt wel een drinkwasserbehalter. Zo'n watertank. Maar ook weer net niet. Misschien is er wel een. Ik weet het niet. Bunker-experts. Reageer maar. Wat het precies is. Een tegel. Ja, hier komen we net vandaan. En dan komen we weer in deze enorme ruimte. Deze heb ik nog niet gehad, deze kamer. Dit is die drinkwatertankachtig iets vanaf de andere kant. En hier nog een luik naar om naar de andere kant te kunnen kijken.
Die deur is nog mooi in de verf, toch rood. Heel erg mooi gewoon. Ik denk ook dat niet heel veel mensen de moeite nemen om hier met laarsje naar binnen te gaan. En hier ben ik nog niet geweest. Deze ruimte. Met dat doorgeefluik. Ook nog helemaal mooi rood, die deur. Bijzonder. Echt heel gaaf. We gaan weer naar boven toe. Kijk, en doordat we hier de hele tijd links hebben aangehouden, zijn we zo naar de bunker gegaan, links aanhoudend. Hup, en dan komen we hier bij de trap uit. En dan gaan we weer naar boven toe. Hier even oppassen aan het einde. Daar is het gat. Daar wil ik niet invallen. Zo. En dan staan hier mijn normale schoenen. En dan gaan we weer door deze behoorlijk verzande gang. Oh, kijk mensen, hierachter zit nog een kamertje verstopt. Hierachter. Wat spannend. We gaan even kijken wat er te zien is. Allemaal kabels erin. Oeh, ik heb een skelet in mijn handen. Ik vind zo tijdens voeten vind ik een skelet. Van een dier. Laat ik liggen. We gaan weer onze weg naar buiten werken. Oké, mensen, ik ga het op deze manier doen. Ik heb een selfie stick. Ik ben buiten. Tenminste, bijna buiten. Dit is wel te doen. Zo, ik moet niet naar het scherm kijken, ik moet naar mijn lensje kijken. Oeh, kost nog best wel moeite. Ja, ik ben buiten. Dit is hem, Bunker Bertha. Ik wist niet zeker of ik in de goede binnen ging. En mijn batterij is nu toevallig leeg. Oh, gelukkig niet binnen. Oeh. En we zijn buiten. Dat is hem. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.